Dat Louis van Gaal het niet zou worden, ja. Daar waren we toch wel zo'n beetje uit, hè. Ik bedoel, dat wisten we wel. Louis was niet geschikt en is niet geschikt voor deze spelersgroep. Dus die hadden we een keurige streep gegeven. En Van Marwijk, ja, die wist het ook niet. Die zat ook maar zo'n beetje, ja, ze bellen, ga ik erover nadenken. Ja, oh, dan ga je dan pas nadenken. Dus die deed ook niet mee. En eigenlijk was er nog eentje waarvan we eigenlijk wel zeker wisten, die wordt het niet. Frank de Boer. En wat blijkt nou? Ja hoor, die KNVB, die blijven mij en jullie en iedereen maar verrassen. Nou lezen we toch in één keer weer dat ze aan de tafel gaan zitten met Frank de Boer. KNVB, luister nou even goed. Ja, maar goed, jullie gaan natuurlijk tegen mij zeggen, ja, maar wat is er niet goed aan Frank de Boer? Die is 4 keer kampioen geworden met Ajax. Waarom zou die niet goed zijn? Frank de Boer heeft zich de laatste tijd helemaal niet bewezen, jongens. Totaal niet. Is in het buitenland gewoon afgegaan. En niet zo'n beetje ook. Dat was geen reclame in ieder geval voor het Nederlands trainersgilde. Nee. Dus, en daarbij, toen Frank de Boer kampioen werd met Ajax, waren de laatste 2 seizoenen waren niet om aan te zien. Nee. Dat was verschrikkelijk voetbal. Dus ik ben dan eigenlijk niet zo'n enorme voorstander op dit moment van Frank de Boer. Maar de KNVB, ja, die trekt zich nergens iets van aan. Die hebben nu dus eerst Frank Rijkaard benaderd. Frank, daar wisten we van, die doet het niet. En daarna Peter Bos, daarvan wisten we ook, die doet het niet. Hup, zegt de KNVB, dan gaan we die mensen die het zeker niet doen, die gaan we gelijk benaderen. Huppakee, krijgen ze natuurlijk 2 keer nee. En wat is dan het gevolg? Frank de Boer wordt nu benaderd als derde, inderdaad, 1, 2, 3, derde keus. Nou, gefeliciteerd Frank. Jij mag ook een keertje met de KNVB praten. Maar ja, die KNVB, die hebben geen sjoegen. Die hebben geen idee, want die gaan dus om ten kate heen. En dat doen ze alleen maar omdat ze ruzie hebben gehad in het verleden met ten kate. En ten kate die heeft toen gewoon terecht van zich afgebeten. Want die werd toen in de maling genomen door de KNVB. Want de KNVB die had hem toegezegd, ja, jij gaat het worden. En op het laatste moment namens iemand anders. Ja, en dat is niet de eerste keer dat de KNVB dat doet. Want dat hebben ze ook gedaan bij Ronald Koeman. Want Ronald Koeman werd totaal toegezegd, jij wordt de nieuwe bondscoach. Ja, als jij klaar bent bij Feyenoord, dan ben jij de nieuwe bondscoach. En wat gebeurt er? We nemen gewoon iemand anders, toen namen ze gewoon in één keer Hiddink. En hup, die hele afspraak werd zo de prullenbak ingegooid. Dat is de KNVB. En dat hebben ze gedaan dus met Koeman en ten Kate. En nu gaan ze praten met Frank de Boer. En Frank de Boer, daar weten we allemaal van, die gaat echt niet aanvallend voetballen. Want Frankie, die houdt van lekker safe en lekker kamerbreed houden. Dus breed, breed kan het nog breder. En alsjeblieft niet de diepte in. Dat is Frank de Boer. En die spelers, die mogen altijd hun eigen muziek draaien in de kleedkamer. Nou, dat gaat nu niet meer gebeuren. Want Frank, die heeft voor de wedstrijd zijn eigen lijflied. Dus Virgil van Dijk, dit is wat je gaat horen. Ja, want dit is het lijflied van Frank de Boer. Ja, elke dag weer. Van voor naar achter, van links naar rechts. Van voor naar achter en links naar rechts. Van voor naar achter, van links naar rechts. Van voor naar achter en links naar rechts. Ja, dat draait hij al bij de tactische bespreking. Dat doet Frank dit nummer al. Ja, en dan vlak voor de wedstrijd gooit hij hem er nog eens even uit in de kleedkamer. Van voor naar achter en links naar rechts. Van voor naar achter, van links naar rechts. Van voor naar achter. Ja, doen we mee hoor thuis. Even een Frank de Boertje. Van links naar rechts, van voor naar achter en links naar rechts. Hey, ja, hallo hey. Jongen, klap maar door. Ja, dit is hem.